Beleidsmakers zouden veel meer gebruik moeten maken van gedragseconomische modellen. Want we weten al zoveel in de gedragseconomie, ook over macro-economische systemen. Nou, macro-economische gedragsmodellen kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld zeepbellen en crashes te beschrijven of een crisis te beschrijven. Dat zijn verschijnselen die eigenlijk niet in rationele modellen voorkomen of beschreven kunnen worden, maar met gedragsmodellen juist heel goed beschreven kunnen worden. En met beschrijven bedoel je voorspellen? Nou, ik bedoel eigenlijk vooral beschrijven. En dat is al heel erg belangrijk, want als je dat gedrag kunt beschrijven, dan kun je daarna ook beleidsmaatregelen nemen om bijvoorbeeld zeepbellen en crashes te voorkomen. Voorspellen is lastig, want we weten ook van dat soort macro-economische modellen en complexe systemen, die zijn heel moeilijk te voorspellen. Dat is echt een eigenschap van het systeem ook. En dat zit dus ook eigenlijk ingebakken in die modellen. Maar de beschrijving is heel erg belangrijk, omdat je dan toch beleidsmaatregelen kunt nemen om een crisis te voorkomen. Hoe staan deze modellen dan ten opzichte van verwachtingen? Nou, verwachtingen zijn heel erg belangrijk in de economie, want het gedrag van vandaag wordt mede bepaald door de verwachtingen van morgen en in de toekomst. En wij hebben veel laboratoriumexperimenten gedaan naar de rol van verwachtingen. Nou, en wat we daarin vinden is dat individuen helemaal geen rationele verwachtingen vormen. Integendeel, ze gebruiken gewoon eenvoudige voorspelregels, een soort gemiddelde of trendvolgend gedrag. En ze passen die voorspelregels aan afhankelijk van het gedrag in de markt. En dat geeft een veel betere voorspelling van het macro-economische systeem dan het rationele model. Maar als je praat over consumenten, dat is toch meer micro dan macro? Nou, de gedragsmodellen in de macro-economie zijn eigenlijk zowel micro als macro. Want wat je eigenlijk doet, je schrijft micro-gedragsregels voor. Nou, en dat zijn vaak hele eenvoudige, simpele vuistregels, heuristieken. En dat neem je allemaal samen, dus de gedragsregels van de consumenten, van de producenten, van de investeerders. En dat geeft één groot macromodel. Dus dat eigenlijk zowel microbeschrijving van de beslissingsregels als het macro-economische systeem. En wat kan ons de gedragseconomie leren? Nou, een van de dingen die wij in het laboratorium gevonden hebben is dat trendvolgend gedrag heel erg belangrijk is in veel financiële systemen, macrosystemen. En dat trendvolgend gedrag, als iedereen bijvoorbeeld optimistisch wordt, dan gaan de prijzen omhoog en dan wordt iedereen nog optimistischer en nou, dan kan er een zeepbel ontstaan. En aan de andere kant, als iedereen pessimistisch wordt, dan gaat het slecht met de macro-economie. En dat pessimisme versterkt zichzelf. Ontstaat er trendvolgend gedrag in het macro-economisch systeem. En dat kan grote macro-economische effecten hebben. Voor de crisis kochten heel veel banken of zeg maar de zogenaamde rommelhypotheken. En ook met het motto, als zij het doen, doen wij het ook. Dus deed iedereen het. En dat is ook blijkbaar zo'n trend die dan tot desastreuze gevolgen kan leiden. Ja, en zeker. En toen op een gegeven moment bekend werd dat de rommelhypotheken echt een beetje rommel waren. En dat er toch ook veel mensen waren die met lage inkomens of helemaal geen inkomen, die eigenlijk niet in staat zouden zijn om die hypotheken terug te betalen. Nou, toen vond er een kantelpunt plaats eigenlijk. Op een gegeven moment kwam men tot het inzicht dat eigenlijk de kans dat die hypotheken niet terugbetaald zou worden veel hoger is dan historisch. En toen kwam er een omslagpunt en toen werd iedereen ontzettend pessimistisch. Misschien ook een overdreven pessimisme, want het waren wel rommelhypotheken, maar het macro-effect daarvan viel eigenlijk wel een beetje mee. Maar door die pessimistische stemming werd ook die crisis mede versterkt. Het gaat met name om die kantelpunten, dat je die aanziet komen en dat je weet, nu moeten we gaan oppassen. Ja, precies. Je moet eigenlijk wegblijven van die kantelpunten. Tenminste, als het een ongewenste situatie is van een crisis, van een macro-economische crisis, moet je beleid erop gericht zijn om weg te blijven van die kantelpunten. En dan is het heel belangrijk dat je gedragsmodellen hebt die kantelpunten ook beschrijven.